luisteraars. Zo en zo zijn we hier dan aangekomen. Boerderij. Boerderij. De grote, gaan we nog even op met die stomme liedjes, hè. Slaat helemaal nergens op, hè. Laten we nog eventjes. Wij zijn hier aangekomen op de boerderij van boerderij Keuterluut. En boerderij Keuterluut, boer Keuterluut, die heeft ons dus even toegestaan dat wij dus even voor de radio hier de koeien gaan melken. Nou, de groot, ik zou zeggen, als jij nou eens eerst demonstreert de ouderwetse manier van het koeienmelken. Wat sta je nou te doen, gek? Wat doe je dat van? Wat een gek, hè? Staat aan een staart te zwengelen. Zo melk je toch geen koe, man? Zo melk je toch geen koe? Wat een gek, hè? Je moet gewoon aan die spenen sjarren. Gewoon. Ja. Bewerk nou even die juier. Ja, ja. Hey, Dick, deze heeft maar één speen. Wat een gek, hè? Wat een hoen, hè? Deze heeft maar één speen. Dat is een stier, gek. Je moet ook die koe daar. Pak nou die koe. En dan gewoon aan die uiers, sjorren, van gekken. Heel eenvoudig. Nou, gaat het nou? Waar zit de uier, Dick? De uier die zit op dezelfde plaats als waar bij jou je hersen zitten. Gek, daar zit bij die koeze uier. Wat een oen, hè? Nou, luisteraars, let even niet op, let u even op mij. De groot, als jij nou aan die koe daar gaat zitten, sjorren, dan behandel ik die. Het is heel eenvoudig, luisteraars. Je pakt gewoon die spenen beet en nou is het knepen en persen en knepen en persen en knepen en persen en knepen. Oh, dat loopt vol, zeg. Ja, je zo'n hele emmer vol hebt, ben je wel even bezig natuurlijk, maar op de duur, dan heb je toch je emmertje vol, hè. Gaat het, de groot? Hoor even, dat gaat natuurlijk helemaal niet, hè. Ik kan wel nagaan, hè. Nou ja, op het ogenblik ga ik hier dus prima. Ik heb nu al een hout, mag dan zeggen, de bodem is nu al praktisch toch bedekt met melk. En als je zo even doorgaat, heb je op de duur, heb je toch je emmer vol, hè. Ja, wat nou? Mijn emmer is... Gaat het niet? Mijn emmer is vol. Mijn emmer is... Hoe kan dat nou? Kijk maar. Wat een gek, hè? Die gek heeft zijn hele emmer vol met melk. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Heb je de uier lek geprikt? Nou, ik was eerst een beetje... Ik was eerst een tijdje bezig. Ja, ging niet natuurlijk. Nee, eerst ging het niet. Helemaal niet. Maar toen draait die koe zijn kop om. En die zegt... Hou jij je handen nou stil. Dan wip ik wel op en neer.